Allemaal van harte welkom in deze panelsessie. Deze gaat over domeinoverstijgend samenwerken, maar dan in een netwerk. En we hebben zeg maar de hoofdrolspelers in de gemeente Dongen bereid gevonden om daar het een en ander met ons over te delen. Ze zijn net voorgesteld door Raymond, Petra, Albert. Peter, nogmaals enorm welkom in deze sessie. En enorm fijn dat jullie hier een bijdrage aan willen leveren. We hebben afgesproken dat ieder zal even kort aangeven waarom hij het nou eigenlijk zo belangrijk vond om aan dit experiment mee te doen en wat daar de verwachtingen van waren. En daarna is er eigenlijk gewoon gelegenheid om vragen te stellen. Dus we hebben gewoon 20 minuten de tijd om deze mensen hem van het lijf te vragen. Ik zeg nogmaals, alle vragen die we niet kunnen beantwoorden in deze sessie, geen zorgen, we nemen alles op. We zorgen dat daarna er iets van vraag en antwoord komt in de nastart. Albert, mag ik met jou eens beginnen? Wat was voor jou nou zo belangrijk om, want je was toch al ja, een man van het eerste uur, zeg ik maar, zo van belang om dit te willen? Nou, dat was mijn eerste start met dit onderwerp was in 2012. Dus zo lang kan dat duren, maar er zit nu een aardige versnelling in. Ik vond dat het niet meer kon op de manier zoals we het altijd deden. En daar lopen wij tegen grenzen aan. En die grenzen die worden niet bepaald doordat wij samen niet hard werken. Want ik denk dat iedereen in Nederland heel hard werkt. Maar hard samenwerken is iets anders dan samenwerken. En ik denk dat die uitnodiging op enig manier een moment naar VGZ, naar de gemeente, naar VWS ging. En zo is het balletje gaan rollen. En toen hebben wij gezegd, vinden wij dat wij ja moeten zeggen tegen een principe. Dat het anders moet, dat we dat op een andere manier moeten doen. En dat wij die schotten, dat we die zien. En dat dat niet zo goed werkt. Ik denk dat we daar elkaar op gevonden hebben. En natuurlijk moet je dan ook doelstellingen formuleren. En zeggen, we willen dat dat kwalitatief beter wordt. We vinden dat dat moet voldoen aan maatschappelijke eisen die jij ook genoemd hebt, René. En we vinden dat als het mooi meegenomen is, ook nog geld oplevert. In ieder geval zorg dat we met meer mensen niet nog meer geld gaan opmaken. Nou, dat is een hele uitdaging. Maar ook daar zeg je, denk ik, toch wel gemakkelijk tegen elkaar ja tegen dat principe. Want daar kun je niet zo tegen zijn. Maar dan gaat het erom, hoe ga je dan samenwerken? En dat stelde jij in je vraag met die instanties. Nou, dat doen we door de jaren heen al heel erg lang en veel. En dat gaat heel erg leuk en soms gewoon moeizaam. Maar ik denk dat de kracht erin zit, en daar gaat het zeker om, dat wij elkaar als partners gevonden hebben en dat tussen de partijen die jullie nu ook in beeld zien, er een bepaald vertrouwen gegroeid is en een bepaalde veiligheid. Die vragen wij namelijk ook aan onze cliënten en die vragen wij ook aan onze medewerkers. Geloof dat het goed komt, geloof dat dat een kans mag hebben en dat je dat samen dan ook veilig moet maken. En dat begint door elkaar te vertrouwen en te zeggen, ja, we gaan een pilot doen. We weten niet helemaal hoe dat gaat werken. Ongetwijfeld komen allerlei dingen tegen waarvan je denkt, nou, dat gaat, ja, daarom doe je pilot. Maar dat je dan zegt, zullen we dat eens proberen op te lossen? En dat is heel erg moeilijk, want ik zie dat ook in de vragen die allemaal voorbij komen. Dat zijn allemaal vragen in dat systeem. Maar ja, maar dat kan niet. Nee, dat is ook zo. Maar daarom willen wij het juist anders gaan doen. En het hele belangrijke daarbij is, als je daar elkaar in vast kunt pakken, en mag pakken van, ja, maar de gemeente heeft ook een probleem. Ja, maar bij VGZ, ja, maar bij ons in de zorg hebben wij ook onze problemen. Want wij kunnen dat allemaal ook heel mooi benoemen, maar al die mensen in de uitvoering moeten dat ook allemaal snappen en een beetje begrijpen en gaan doen. Dan gaat het er voor mij om dat je elkaar vindt dat het niet gaat over samenwerken op andere regels of op andere manieren. Wat jij ook zei, een aantal van die regels zullen er altijd blijven. Maar volgens mij gaat het dan om dat je het hebt over het veranderen van gedrag en van cultuur. Hoe ga je met elkaar om? Hoe voel je dat dan samen? En hoe probeer je dat dan samen uit te leggen? En ik denk dat de resultaten die we samen bereikt hebben, die in die mooie rapporten staan, daar ook een beeld bij geven. Dat heeft niet anders gekund dan dat op deze manier met elkaar te doen. En dan zijn mijn 3 minuten om. Dankjewel. Dankjewel, Albert. Petra, hoe was dat voor jou? Ja, in Dongen doen we dingen samen. Dat is een gevleugelde uitspraak die te pas en ongepast wordt toegepast. Marieoord is letterlijk onze overburen, dus de afstand was altijd ook fysiek al heel erg nabij.
En op het moment dat zo'n vraag dan komt, dan zien wij natuurlijk als overheid ook van, ja, dit is onhoudbaar. Er worden steeds meer ouderen, dementie gaat een steeds grotere rol spelen. Je weet van het gebrek aan handjes in de zorg. Je weet aan in ieder geval de afbouw van het aantal plaatsen intramuraal van de jaren daarvoor. En dan kun je op je vingers natellen dat dit het niet gaat worden als je het op dezelfde manier blijft doen. En ja, gelukkig, het was nog voor mijn tijd. Ik ben in april 2019 wethouder geworden in Dongen. Is er besloten om hierin mee te stappen. Het had ook niet heel veel later moeten zijn. Want ook in Dongen hebben we, zoals in heel veel andere gemeenten, behoorlijke uitdagingen met financiering van het sociaal domein. Of überhaupt met het sluitend krijgen van onze gemeentelijke begroting. En ja, het was in het voordeel, of het eerste deel werd het al even aangehaald. Ja, ook ik moet als wethouder wel verantwoording afleggen waarom mijn budgetten op WMO groeien. En die groeien bij ons niet alleen omdat er een amendementstarief is, maar ook omdat we mensen letterlijk langer op de payroll hebben vanuit de WMO-ondersteuning dan we eigenlijk in de oude situatie zouden hebben gehad. En er zijn inderdaad afspraken gemaakt met de minister daarover, maar wat zijn meer kosten? Nou, daar hebben we toch met elkaar de nodige goede, interessante gesprekken over gehad. En ja, ik ben dolblij met het rapport van Significant, wat echt aangeeft dat alles wat we wilden bereiken, dat dubbel en dwars wordt gehaald. En dat heeft gelukkig ook dusdanig veel waarde gekregen, dat rapport, dat ook wij hebben gemerkt, dat ook de mensen die toch nog wat argwanend waren van, is het wel echt zo dat die nu ook over de streep zijn? En dat maakt het voor ons als gemeente ook financieel mogelijk om hier volle bak in te blijven anticiperen. Want ja, ook het financiële kant van het verhaal is toch ook wel een dingetje, helaas. Nee, maar zo is het ook. Hè. Jullie zijn ook gewoon de hoeder van de WMO. Net zoals Peter dat is voor de zorg. Het zorg voor de WLZ en voor de ZGW. Dus ja, je hebt ook gewoon wat te doen. Peter, hoe was het voor jou? Ja, ik zat ook niet, net zoals Petra, niet helemaal bij het begin betrokken. Ik wil het ook even vanuit mijn persoonlijke invalshoek benaderen. Ik ben op een gegeven moment bij Dongen betrokken geraakt. En het eerste wat ik gedaan heb, is nadat ik met Albert gesproken heb, gewoon gevraagd, kan ik niet eens een dag meelopen met die leefcoaches? Nou, dat kon, dat heb ik gedaan. En dat is een heel interessante ervaring, kan ik je vertellen. Want dan merk je dat puur het feit dat zo'n leefcoach aanwezig is, dat je op bezoek gaat, al heel veel rust brengt op de een of andere manier. Mensen die gewoon kop koffie drinken, praatje maken, heb je nog vragen, kan ik nog iets voor je doen? Nou, dat levert echt heel goed maatwerk voor de klanten op. En dat maatwerk voor mensen met dementie, want dementie komt echt als een boom of over keihard op ons af de komende tijd natuurlijk, een van de megaproblemen. Maatwerk en dat gecombineerd met betaalbaarheid van ouderen zorg op langere termijn, dat is voor ons wel een kernthema natuurlijk, waar we heel erg over nadenken. En daarom is het ook vanzelfsprekend, vind ik, dat wij voor mijn tijd de keuze gemaakt hebben om hier gewoon in te stappen natuurlijk op een goede manier. Wat ik zelf heel sterk vind aan de aanpak is dat we niet alleen kijken vanuit een zorgblik binnen als leefcoach, maar los van domeinen, vanuit een mensbenadering en waarbij vooral schijnbare zorgvragen opgelost worden door niet zorgantwoorden, zei ik altijd. En volgens mij is daar nog een hele grote wereld te winnen. Nog op veel meer fronten. En ik denk dat we daar ook heel erg naar moeten gaan zoeken als we het hebben over duurzame betaalbaarheid van de toekomst op de een of andere manier. Ik ben ook heel blij met het rapport wat daar is uitgekomen. En wat mij betreft is de uitdaging naar de toekomst hoe we dit soort werkwijzen kunnen bestendigen zonder dat er garanties van VWS onderliggen en dat soort zaken. En daar zul je toch moeten inzetten op de samenwerking tussen de gemeente, de zorgaanbieders en ook vanuit de samenwerkingsagenda en de verplichtingen die we hebben met gemeenten. Heel goed moeten gaan zoeken, jongens, wat kan wel en wat kan niet. En mijn stelling daarbij is dat de wetswijzigingen waar VWS mee bezig is, dat niet de totale oplossing gaat brengen voor dit probleem. Dus dat we dat toch voor die vraag, dus dat we dat toch heel goed samen vanuit de samenwerking naar zullen moeten gaan kijken hoe we dat soort initiatieven kunnen invullen. Ja, ik wil het daarbij laten. Ja. Die wetswijziging zie ik ook echt als een beginnetje, zeg maar, van het mogelijk maken van het goede gesprek. Waar ik nieuwsgierig naar ben, vooral voor de, want er zitten heel veel mensen gewoon te kijken en te luisteren naar ons. Hè, en Dongen is natuurlijk al toch al 4 jaar zo gezamenlijk van de kant. Maar wat was nou een echte uitdaging in die samenwerking? Petra, kun jij daar wat over zeggen? Wat was daar voor de gemeente Dongen spannend in? En,
Het traject van die laatste 2 jaar die ik heb meegekregen was vooral het financiële. Hoe tonen we aan wat de meerkosten voor de gemeente zijn en hoe worden we op een eerlijke manier daar toch voor gecompenseerd? Dat was wel een behoorlijke uitdaging. In de breedte, wat denk ik in al dit soort samenwerkingen een belangrijke uitdaging is, is dat je elkaar vertrouwt. Want ook wij als gemeente geven aan een leefcoach natuurlijk wel een stukje autonomie. Ja, en dan moet je er wel op vertrouwen dat daar zuiver mee wordt omgegaan. En dat dat niet nog tot dubbele stijgende kosten leidt en dergelijke. En dus vooral het financiële is een enorme uitdaging geweest. En het vertrouwen van elkaar en dat gemeenschappelijke belang gaan voelen. Ieder vanuit zijn eigen vertrekpunt. Ja, dat zijn wel de mooie stappen die je moet gaan zetten met elkaar. Hoe was dat voor jullie, Peter, vanuit VGZ? Wat ik heel erg merk is dat verzekeraars, zorgkantoren... Kijk, verzekeraars, zorgkantoren hebben heel veel met zorgaanbieders te maken. En dat is al van alle tijden. Maar nog heel weinig met gemeenten tot nog toe. En wat je dan merkt is dat je niet dezelfde taal spreekt op heel veel onderdelen. Dat je niet op dezelfde manier werkt. Een gemeente heeft een gemeenteraad waar je verantwoording moet afleggen en dat soort zaken. Nou, dat hebben wij wel niet. En dat betekent ook dat je soms andere tijdspaden moet volgen voor besluitvorming en ook niet voor elkaar vaak heel scherp hebt wat je nu precies doet. We hebben het door de Dongen opgelost. Dat vond ik wel een mooi initiatief. En dan kwam het verzoek van Petra van ga eens bij elkaar zitten met een paar mensen vanuit gemeente en zo kunt door om gewoon elkaar te vertellen wat doe je nu precies en wat kon je voor elkaar doen. En dat soort initiatieven, dat zouden we volgens mij veel vaker moeten doen om wel tot één taal te komen. Want ik denk dat we dan een heleboel misverstanden uit de weg ruimen en ook veel sneller kunnen samenwerken nog. Er veel meer uit kunnen halen. Ja, mooi. Nog even, als er andere vragen zijn uit de toehoorders, dan horen we dat graag. Ja, er zijn wel een aantal vragen binnengekomen. Ja, zeker. Hoe is het eigen belang omgezet in het gezamenlijk belang? Organisatorisch en financieel, en welke pijnpunten hebben jullie hierbij gehad? Dat lijkt me een vraag voor Albert. De microfoon staat nog uit. Ja, micro. Ja. Heel erg dankjewel voor die vraag. Mijn simpele antwoord is, er is geen eigen belang, er is een maatschappelijk belang. Daar zijn wij voor opgesteld. En natuurlijk zijn er rollen die wij hebben, en die rollen maken dat wij verantwoordelijkheden hebben, zoals Peter juist zei, vanuit VGZ of vanuit de gemeente de wethouder, en die zijn net iets anders dan die van mij. Maar daar moeten wij over praten waar dat elkaar raakt. En wij zijn in een systeem terechtgekomen, en dat is onbedoeld, maar dat hoort er dan een beetje bij, waarin wij allemaal in ons eigen winkeltje zitten. En daar, dat winkeltje blijft ook een beetje, maar we zitten samen in één winkelcentrum. Dat heet bij ons Dongen. En daar moeten wij iets voor betekenen. En daar moet je denk ik samen over hebben. En wat ook heel belangrijk is in die samenwerking, dat je dat door probeert te werken door je hele organisatie. Toen wij hiermee begonnen was de vraag van al onze medewerkers, maar de eerste vraag was van de klant. Ja, maar zuster, mag dat dan? Want de cliënt kan die hele wereld niet. En onze medewerkers vroegen ook, ja, maar mag dat dan? Je moet een hele andere manier van dat kijken. En dat moet ook bij VGZ en bij de gemeente, want daar heb je ook loketten en helpdesken. En die moeten ook er een beetje in zitten. En die mensen moeten ook met elkaar in gesprek. En dan gaat het pas echt werken. En dan komt dat samen ook veel meer terug. Mooi. Ja, de vraag die daar denk ik wel een beetje op aansluit is, hoe ziet jullie netwerk er dan op dit moment uit? Dus concreet, overleggen, hoe deed je informatie met de praktijk? Dus hoe werken jullie concreet samen met elkaar? Nou, behalve dat wij elkaar in deze constitutie regelmatig bellen of spreken, zat er een projectgroep, een stuurgroep, want zeker in het begin, kijk, we mogen nu zeggen, daar zijn we trots op, we hebben het operationeel, loopt het goed. We hebben nu zelfs afspraken dat wij totdat de wetgeving aangepast wordt, door mogen gaan. Dat wordt volledig doorgefaciliteerd. Ook door de partijen hier, VGZ en gemeente, die zeggen, we willen door. Er is veel begeleiding geweest in het begin, ook vanuit VWS, om die regels, maar ook met Filans, met allerlei partijen. Maar op dit moment is het gewoon operationeel belegd. En ligt het operationeel ook. Vanaf nu zijn alle projectmanagers niet meer betrokken, die... Ook allemaal hartelijk dank als jullie zitten te luisteren. We doen het nu operationeel met z'n allen. En zoals wij gewoon zorg verlenen. En dat, ja. Dus dat is ook samen met huisartsen, samen met andere partijen. Ja. Samen en ik ben er heel erg trots op, wil ik gezegd hebben. Ik zat gisteren in een overleg met alle huisartsen in Midden-Brabant. Want dit gaat natuurlijk op alle plekken.
En daar werd door de huisartsenposten zelf gezegd dat het aantal crisisopnamen en diensten in Dongen lager ligt dan in de regio. Nou, dan hebben wij toch iets heel moois gedaan. Mooi. Er zijn nog meer vragen, Hester? Ja. Een groot probleem ligt ook in de arbeidsmarkt. Dus door de toenemende vergrijzing, maar van juist ook het zorgpersoneel. En hoe sturen jullie hierop? Nou, daar kan ik twee dingen op zeggen. Ook voor ons is het moeilijk om personeel te vinden. Want ja, het is wel zo dat de uitstraling van ons project maakt dat wij er gemakkelijker aan komen aan personeel. En ik wil ook wel vertellen, los van het vorig jaar waarin COVID dominant was, de twee jaren daarvoor in 2018 en 2019... had Maria Oort het laagste ziekteverzuim in de hele sector ouderenzorg bij Vernet. En hadden wij een verzuim van 3,3%. Omdat onze medewerkers ook zelf zeggen dat ze hier gelukkig van worden. Dus je ziet ook dat dat effecten heeft die we ook mee moeten nemen. Dit is een manier van werken waar iedere verpleegkundige, verzorgende, helpende of huishoudelijke medewerker van zegt, ja, zo wil ik het eigenlijk wel doen. Dat helpt. En verder hebben wij de problemen van alle dag, allemaal denk ik, dat het soms ook niet meevalt. Dankjewel. Petra, nog een hartekreet, want over 2 minuutjes worden we uit deze sessie gehaald. Over een minuutje. Nee, ja, de hartekreet is aan de ene kant, zou je bijna zeggen, rol het morgen uit in heel Nederland. Want het kent alleen maar plussen. Het kent een financiële plus ook gewoon voor de BV Nederland. Het kent een enorme plus voor het welzijn van de ouderen en dienstdirecte omgeving. Alleen al het veel minder voorkomen van crisissituaties is daar een heel mooi voorbeeld. Het creëert gewoon rust, stabiliteit. Alleen het vraagt best een lange adem voordat je echt ook alle neuzen die kant uit krijgt. En ja, echt die cultuuromslag maakt die nodig is om op deze manier te gaan werken. En ja, in Dongen gaan wij nu de komende 2 jaar door op de oude voet. Maar met een nieuwe opdracht erbij van hoe kunnen we andere gemeenten, andere zorginstellingen, andere zorgkantoren helpen om dit elders ook geïmplementeerd te krijgen. Mooi hoor. Peter, hier nog iets op toe te voegen op deze mooie zinnen? Nou, ik vind het een heel mooie ambitie van Petra. Ik denk dat we daar ook nog wat dingen moeten tackelen ondertussen. Maar daar gaan we over nadenken. Ik zat wel met het puntje arbeidsmarkt. Ik vind dat de benadering, juist doordat ook nog niet zorgzaken gekeken wordt, sowieso volgens mij ook een positieve bijdrage kan leveren aan beschikbaarheid van zorgpersoneel waar dat nodig is. En niet zorgpersoneel, ook op de plekken waar het nodig is. Dus ook vanuit arbeidsmarktbenadering vind ik het een goede zaak, denk ik, dat je met zo'n niet-zorgbril kijkt. Dat is een beetje wat ik zelf heel belangrijk vind. Daar moeten we veel meer naartoe. Okay. Lijkt me een mooie afsluiting, René. Ja, dank jullie wel voor deze inbreng. En naar alle luisteraars, veel plezier in de volgende sessie.